Een gek gaat wel erg ver om te ontsnappen. Het zijn bizarre beelden uit het Engelse Sussex. Een jongen in een gestolen wagen gaat echt tot het uiterste om te voorkomen dat hij door de politie wordt opgepakt. De beelden zijn van een maand geleden, maar omdat de jongen inmiddels is veroordeeld, heeft de politie ze vrijgegeven en kunnen wij ze dus laten zien. Ja, en hier komt hij aan. Hij ramt doodleuk een paar auto's die voor het stoplicht staan te wachten. Een agent rechts in beeld wordt bijna geplet door een auto die aan de kant wordt gebeukt. Achteruit wegkomen, dat lukt eigenlijk ook niet meer. En dan, bam, nog maar een keertje op de voorligger. En nu kan die echt geen kant meer op. Een agent tikt een ruit in om de bestuurder te overmeesteren. En achter het stuur zit de 19-jarige pas, Connor O'Reilly. De auto waarin hij zit is gestolen en daarom heeft de politie de achtervolging ingezet. In totaal raken 10 auto's beschadigd bij het incident, waaronder ook een politieauto. En uiteindelijk wordt hij uit de auto gesleurd en meegenomen naar het bureau. O'Reilly is schuldig bevonden aan gevaarlijk rijgedrag. Onder andere het negeren van een stopteken en rijden zonder rijbewijs. Hij moet 16 maanden de bak in.